trainer op de Vijverberg. Even terug op het oude nest. Maar zijn talenten hebben het moeilijk. Negli. En weer Ratie. Dat hij het goed doet, is ook in Algerije opgevallen, het land van zijn naam. Een längere Vergangenheit bei unserem Verein. Ist damals gekommen von Start Brest und hat von 2013 bis 2015 für die Fortuna gespielt. 60 Spiele, 25 Hütten. Zelfde elf als vorige week. En is ook weer Denzel Gravenberg in de spits. Charlison Benschop begint op de bank. Goeie actie van Camille Negli. En die duikt over het been van Rick Stuyven van de Herik. Nog een keer naar voren. Negli kan die bal oppikken. En een strafschop. Negli ondersteboven gelopen. Super redding zeg van de doelman. Goeie beweging. Goeie voorzet. Ja, dat is een hele gevaar. Eunal bedient Negli. En die legt een pan klaar voor Mees Kaandorp. En dan is het 3-0 voor de Graafschap. En is het echt... Korte. Die gaan we gebruiken. Bal meegegeven. Is goed. Negli. En... Eunal. Oh, schitterend binnen. Setzen sich die Gäste mal ein bisschen fest in unserer Hälfte. Nach dem Standard. Over zelfs in deze aanval. Nou ja, de beste optie. Hüttner daarna aan de bal. Het zijn zijn eerste minuten voor de Graafschap op de Vijverberg. Viel in de eerste wedstrijd tegen Zwolle gelijk al uit. Hüttner. Voor Negli. Aardig aangenomen. Sien de Jong. Kansloos de Graafschap volkomen terecht op een 1-0 voorsprong. En dat smaakt natuurlijk naar meer. Camille Negli opnieuw geeft de bal mee aan. En deze had er natuurlijk in gemoeten. Negli. Goed. De hoekschop levert niets op en dus... Spaart ons dat een hoop discussie na afloop. Hier is kort op. Negli. Wat een ruimte ligt hier. Goed gezien. Brittijn. Heeft hij dan de rug? Kunnen de play-off aspiraties van de Doetinchemmers dan voor even echt? Dat is zeker niet slecht. Alleen hij niet goed genoeg van Benschop. Gaat Bansouzi niet. Het is nog niet stabiel te noemen. Goede van het thuisploeg. Was ook nog gevaarlijk met een schot, zoals een in de strijd om plek 8, 2 punten achter. We hebben een seizoenverloop, maar je hebt natuurlijk ook al aangesproken die positieve... 4 zegens zonder tegengoal op rij, afgelopen zondag van koploper Peck verloren. Keilegom krijgt hem niet onder controle, maar die komt niet bij de bal. Op een seite, dat we nog een maand tijd hebben, daar erwarten we ons ja waarschijnlijk ook dan zum start der Vorbereitung, dat deze liste aan verletzten in bestmöglichen Fall schon wieder langsam... Veld. Zijn bal richting het doel draaien. Oh, zo kan het ook. Naar Negli. Dan alsnog. Fortes. Carrière wo viel rumgekommen. En wie gesagt, unter anderem bij de Red Devils. We hebben een tijd lang onder Vertrag gestanden. Also, du sagst ja, du bist nicht ganz unvorbereitet hergekommen. Ik kan den Leuten da draußen sagen, Alexander. Negli, handig. Nu is het 2 tegen 1 daar. Negli trekt naar binnen. Haan probeert ruimte te vinden, maar loopt nu buiten spel. En nu ligt het helemaal open. Is het 2 tegen 1 met Negli. En aan de andere kant Eunal. Die combinatie zorgt voor de 2-1. Nu heeft Eunal weer de bal. En probeert hij met een handig balletje richting de veld. De thuisploeg dan weer. De Jong niet bereikt. Af van de bal, alsnog bij Negli, die schiet zelf en mikt in het zijnet. De laatste keer dat de Graafschap thuis won van... Ja.
Negli. Hey, ruimte voor een schot. Negli! Oh, dat scheelt niet veel. Iedereen bewoog eigenlijk weg van de bal. En als een rode... Schap kampioen met de Superboeren in 2010. Slotfase van de eerste helft. De Graafschap moet op jacht naar de gelijkmaker en is hier dichtbij. Het schot van Camille Negli. Niet zo heel veel aan de hand. De keeper staat weer.